Er gebeurt natuurlijk veel in de wereld. Hè. Trump wil het nog steeds niet toegeven dat hij verloren heeft. Het aantal besmettingen neemt weer toe. Maar René, ik denk dat ik toch bij jou uitkom voor het nieuws van de week, neem ik aan. Ik neem aan dat je het met een schok hebt ervaren. Elio Patrouille? Ja. Stop ermee. Ja, nee. Dat... Stop, politie. Ja. Nee, dat is echt een... Ja. Ja, dat is een klap. Ja. Dat is gewoon een... Adelating voor het Nederlands publiek, denk ik ook. Ja, tuurlijk. Hoeveel mensen daar wel niet elke week op zitten te wachten, man. Ja. En dat in één keer maar van die... En dan kan ze wel zeggen, ja, weet je... Ik heb het gedaan, ik was ook wel klaar mee. Maar ja, denk, je moet iets aan die mensen denken. Je moet aan het publiek denken. Dat hebben wij ook gedaan. Ja. En die denken maar de hele dag aan zichzelf, weet je wel. Maar ja, weet je, het hoogtepuntje was toch wel dat ze dat stadion, zeg maar, die oproer daar, dat ze dat de kop ingedrukt hebben toen. Dat deed ze geweldig. Met gevaar voor eigen leven. Ja, gebeurde in dat Want voetbalstadion. Dat ging echt mis, hè? Nee, dat ging echt mis. Nee, dat heeft zij gered, die hele situatie. Ja. We kunnen Ellie ook nog uitnodigen misschien voor een ander programma, of niet? Want gaan wij nou een nieuw programma maken of niet in het nieuwe jaar? Dat staat hier namelijk, de vraag. Nou, daar kwam ik heel toevallig achter. Ja. Dennis Janssen van het AD die belde mij vanochtend. Ja. Dat Angela... De Jong, ja. Die was uitgenodigd voor dat programma als gast. Oké. Okay. En Dennis zegt, wat gaan jullie maken? Ik zeg, ja, ik heb geen idee. Nee, wij weten nog van niks, toch? Nee. Althans, bijna niks. Dus nee, René en ik zijn... Wij weten echt van niks, hè? Nee, maar ik heb ook gezegd dat ik hoef het ook niet te weten. Ze sturen mij geen mailtjes meer. En dat was zo goed, weet je. Dan moest ik denken aan die Ellie, weet je wel. Ja? Hoe heet dat ook weer, die jongen van de bewaking... die wij een keer naar de arena bij ons hadden ook. Die hier ook al die... Bertus bedoel je? Bertus Holkema. Dat ik met die dikke advocaat... dat ik bij die halve finale tegen Tottenham... zaten wij met een soort cabine tussen het zwaarste publiek van Ajax. De F-zij staat rechts van ons. Die waren ook staatsgevaarlijk. En die zat heel de tijd met dingen op dat dak te slaan. Weet je, waar wij zaten, zat op dat dak te slaan. Dus ik liep dan elke keer naar dat raam. Ik zei, hé, hey, even normaal, joh, hey, gek. En toen zei die Bertus elke keer, niet doen. Hou je weg. Ik denk dadelijk bestoren ze met 500 ons. Nou ja, en dat ging ook nog goed, natuurlijk. Tot het doelpunt van de Spurs viel de laatste seconde. Nou, ik heb Dick nog nooit zo snel zien vertrekken. Dickie, nee. Die stond op dat dak te slaan van ons heel toe. Maar die had gelukkig iemand meegenomen die hem kon bewaken. Ja, Dickie. Ja, die had Corpot. Nog... Corpot. Ja. Die had Corpot meegebracht. Oh. Die zei, als mij wat gebeurt, dan grijpt Cor in met zijn kunstheup. Ellie Lust? Nee, die hebben we niet gezien. Vind goed toe, man. Ja, maar ja, we gaan Ellie dus niet meer zien. Ja. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Inside-app.